Namens de kerkraad heet ik iedereen in deze dienst van harte welkom. In het bijzonder de gasten onder ons. In deze dienst gaat dominee Van Leeuw van Bunteren voor en Kees Deketee bespeelt het orgel. Tijdens de dienst van de gaven zijn er twee rondgangen. De eerste rondgang is bestemd voor Stichting Koopvaardij Pastoraat Groningen. Een toelichting hierover kunt u lezen in de orde van dienst. En bij de uitgang mag u gift in de daarvoor bestemde schaal. Zondag 17 juli gaat Andries Visser voor en is Kees wederom onze organist. Mededeling: vanavond om 19:30 geeft Kees in deze kerk een orgelconcert. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd. Op de avond aan tafel ligt een kaart voor mevrouw Postma. U kunt deze kaart ondertekenen en dan sturen wij met een vriendelijke groet naar haar toe. Na deze dienst is er koffie en thee op het koor. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd. Er is dadelijk gelegenheid voor stilgebed, waarna we de liturgie zullen volgen. Wij wensen elkaar een goede en gezegende dienst toe. Met zijn genade en vrede. Amen.
U die wij noemen God, Vader, Moeder van ons leven, Geest die inspireert, bron van licht en leven. Hier zijn wij, mensen verschillend van elkaar zoals mensen dat kunnen zijn, komend langs velerlei wegen, vaak zoekend, soms vindend, soms wanhopig vragend hoe verder, verontrust en geschokt over nieuws dat ons via de media overspoelt, lamgeslagen door gevoelens van machteloosheid, verontwaardigd over het lot dat te velen treft, een leven te moeten leiden dat geen leven is, en tegelijk geroerd door wat schoon is en goed, en wat ons blij en gelukkig maakt. Wij bidden vanuit de verwardheid van onze gevoelens. Ontferm u over ons en onze wereld met uw barmhartigheid. Leen ons uw ogen en uw aandacht. En als wij onszelf en onze wereld ervaren als vergeefs, neem ons dan in de hoede van uw geest, dat die ons ontvankelijk maakt en creatief, liefdevol en mededogend, en jegens onrecht onverzettelijk. Ontferm u en maak ons ontfermend zoals u. Herschep ons naar uw beeld. Amen. Tot hij het gevonden heeft. Het gaat om een gelijkenis die Jezus vertelt,
en die we vinden in het evangelie dat op naam staat van Matthäus, in het evangelie naar Lucas, maar we vinden het ook in het evangelie dat genoemd is naar de apostel Thomas. Over dat relatief onbekende Thomas-evangelie even iets meer. Gelooft u mij, het verhaal van de ontdekking van dat evangelie is als een spannend boek. In 1945 werd in het plaatsje in Egypte Nakamadi een stenen kruik gevonden waarin 13 in kalfsleer gebonden en op papyrus geschreven boeken of codices zaten. Ze bleken te stammen uit de eerste tot de vierde eeuw na Christus. Het gaat om 51 verschillende teksten, waarvan er 41 tot dan toe onbekend waren. Het bestaan van de andere 10 was wel bekend. Ze waren geschreven op die teksten in het Koptisch, de Egyptische taal van die dagen, ook wel het Laat-Egyptisch genoemd. Ze moeten daar in de vierde eeuw door monniken verstopt zijn om te voorkomen dat ze vernietigd zouden worden. Let wel, wat wij nu het Nieuwe Testament noemen, was in die tijd nog in wording. Er circuleerden lijsten met boeken die dan dat Nieuwe Testament moesten gaan vormen, maar die lijsten verschilden van elkaar en waren onderwerp van felle discussies. De invloedrijke orthodoxe bisschop Athanasius van Alexandrië had ook een lijst samengesteld en had de opdracht gegeven om allerlei geschriften te verbranden, omdat die volgens hem niet op in de lijst thuis hoorden. Ze stonden in ieder geval niet op zijn lijst. Ze hoorden dus voor hem ook niet in de Bijbel thuis. De meeste geschriften in die kruiken zou je gnostisch kunnen noemen. Dat wil zeggen dat het daarin gaat om gnosis, kennis. Niet om intellectuele kennis, rationele kennis, maar om een intuïtief weten. Om inzicht dat gaandeweg je leven groeit. En die kennis gaat over de ware aard van de mens. Wie en wat je werkelijk bent, kun je tijdens je leven zelf ontdekken. En de ontdekking is dat je als mens iets van God in je hebt. Zelf dus in zekere zin goddelijk bent. Jezus is in die setting de goddelijke leraar van wijsheid die jou hiervan je bewust maakt en die je op het goede spoor zet. Het spoor waarop je dus je eigen goddelijkheid ontdekt. En een van die geschriften was het zogeheten Thomas-evangelie. De geleerde kende er enkele fragmenten van in het Grieks, maar nu was daar ineens in het Koptisch de complete tekst. Een sensatie. Er waren meer teksten in die kruik, die net als het Thomas-evangelie in onze tijd toenemende belangstelling krijgen. Denkt u maar aan het evangelie van Maria Magdalena, het evangelie van Judas, het evangelie van de waarheid en vele andere. Allemaal teksten die als de geschiedenis een beetje anders was gelopen, misschien wel een plek hadden gevonden in onze Bijbel. Dat Thomas-evangelie bevat 114 uitspraken die worden toegeschreven aan Jezus en die zouden zijn opgeschreven door de apostel Thomas. Daar is een heleboel over te zeggen, maar dat kan helaas niet. Het gaat erom dat je als mens een balans vindt tussen je goddelijke en je menselijke kant. Twee kanten van de ene medaille. De ene kant niet zonder de andere. In die balans ben je kind van God, mens zoals je eigenlijk bent bedoeld, beeld van God, of
Of zoals het Thomas-evangelie wel zegt, een levende geest. Een aantal spreuken uit het Thomas-evangelie hebben parallellen in de Bijbel. Maar vaak zijn ze net niet precies aan elkaar gelijk. Nou, vanmorgen dus drie verhalen die parallel verhalen zijn. Twee die de Bijbel wel gehaald hebben. En één die buiten de kerkelijke kaft viel. We gaan eerst zien. Zoals ik omgekeerd uw stilte in mij hoor. De eerste lezing volgens Matthäus. Want de mensenzoon komt om te redden wat verloren is. Of dacht je dat het anders is? Als bij zomaar een mens een honderdtal schapen het zijne wordt en er raakt er één van hen verdwaald, zal hij dan niet de 99 achterlaten op de bergen en erop uittrekken om te zoeken wat verdwaald is? En als het zijne weer wordt, omdat hij het vindt, voorwaar zeg ik u dat hij zich daarover meer verheugt dan over de 99 die niet verdwaald zijn. Zo is er bij uw Vader die in de hemelen is geen wil dat één van deze kleinen verloren gaat. Lucas. Maar dan zegt Jezus tot hem dit zinnebeeld. Hij zegt, zomaar een mens uit u die 100 schapen heeft en er uit hen één verliest, zal hij niet de 99 achterlaten in de woestijn en naar het verlorene trekken tot hij het vindt? En als hij het vindt, legt hij het op zijn schouders en is hij verheugd. Als hij in het huis komt, roept hij de vrienden en de buren bijeen en zegt tot hen, wees met mij verheugd, omdat ik mijn schaap gevonden heb dat verloren was. Ik zeg u, zo zal er in de hemel meer
te zijn over één zondaar die omkeert, dan over 99 rechtvaardigen die geen omkeer nodig hebben. Tot zover. Gemeente, Jezus was een verhalenverteller. Niet zomaar verhaaltjes, maar verhalen vol betekenis. Verhalen die je aan het denken zetten.
en die eigenlijk altijd op meer dan één manier verstaan kunnen worden. Dat hangt af van wie ze hoort en van de context waarin. Man of vrouw, rijke of arme, blanke of zwarte, kind of volwassene. Zo preekte Karl Barth, een beroemd theoloog uit de 20e eeuw, een Zwitser, regelmatig in de gevangenis van Basel. Op een keer las hij daar Psalm 146 voor. En na de regel: de Heer bevrijdt de gevangenen, barstte er een luid applaus los. Over context gesproken. De verhalen van Jezus zijn ook telkens naverteld en van illustraties voorzien. Zo herinner ik mij het plaatje bij het verhaal over het verloren schaap uit mijn kinderbijbel. Hoe de herder dat ene schaapje op zijn schouders draagt en terugbrengt naar de kudde. Veilig in Jezus' armen, zou mijn oma daarbij gezongen hebben. Terug naar de kudde. Naar huis, ook het eeuwige hemelse huis, een en al geborgenheid. Maar later hoorde ik toch ook iets van een ondertoon van dreiging. Want o wee, als je denkt dat je het zelf wel kunt en dat je in je eigen wijsheid je losmaakt van God of het instituut dat hem zegt te representeren, de kerk. Je moet je wel laten vinden. Deze uitleg heeft een pijnlijke doorwerking gehad, want met dit verhaal in de hand meenden priesters en dominees, maar zeker ook vele gelovigen, dat zij het recht hadden om anderen, anders gelovigen, anders denkende, anders geaarde mensen, vanwege hun vermeende dwalingen of afwijkingen, te veroordelen en uit te sluiten. Ze maakten van het verloren of verdwaalde schaap het zwarte schaap of de zondebok. Verloren zonen en dochters, afgeschreven. En nog gebeurt dat. Maar gelukkig kan het ook anders. Want de beweging van het verhaal gaat van verliezen via zoeken en vinden naar vreugde. Vreugde om het vinden van wat verloren is. En zo komt er een God naar voren die er niet op uit is om mensen verloren te laten gaan, zeker niet tot in een hel, maar een God die uit is op hemelse vreugde voor iedereen, voor de hele kudde, zo gezegd. Niemand uitgezonderd. Dat dreigende valt hier weg. God is eerst en vooral barmhartig. En wij mensen worden aangespoord niet om anderen te veroordelen en uit te sluiten. Nee, wij worden uitgenodigd om met God in die vreugde om elkaar te delen. En om eerst ook maar eens naar onszelf te kijken. Want zou het niet zo zijn dat ieder van ons misschien wel eens verloren loopt? Niet voor niets begint Jezus zijn verhaal volgens zowel Matthäus als Lucas met: zomaar een mens, dat kan iedereen zijn, elke week. En toch is er een boeiend verschil tussen Matthäus en Lucas.
Matthäus focust nogal sterk op de komst van het Koninkrijk der Hemelen en op een apocalyptisch einde van de oude wereld. Er staat iets nieuws op stapel, een rijk van shalom. En bij Matthäus is dat Koninkrijk vooral een wenkend perspectief, een toekomst. Het komt, jazeker, maar ooit, later. En niemand weet wanneer. En in dat koninkrijk zal wie kapsones heeft, wie zichzelf verhoogt, wie niet als een kind wil zijn, vernederd worden, zijn plek toegewezen krijgen. Want nu al gaan Gods aandacht en compassie uit naar de kleine van deze wereld. Lucas is scherper dan Matthäus en focust nog meer op het hier en nu. Bovendien richt Lucas zich expliciet tot de ontwikkelde, de hoger opgeleide, de well-to-do people. Heel zijn evangelie is geschreven voor een zekere hooggeachte Theophilus en zijn kring. In een gesprek dat ik een tijdje geleden met de theoloog Kees den Heijer had, zei hij: Lucas richt zich tot de heren van stand, zeg maar de leden van de Rotary van die tijd. En tegenover die kring van gegoeden neemt Lucas het in heel zijn evangelie op voor de armen. En wijst hij de rijken aan als degene die door hun rijkdom belemmerd worden in hun geschikt zijn voor het rijk van God. Hij laat Jezus dan ook niet zeggen: er was eens zomaar een mens met 100 schapen, maar zomaar een mens uit u die 100 schapen heeft. Uit u, dat waren misschien wel al die heren, mensen met bezit en macht. En er zit een zekere ironie in. Jezus zegt eigenlijk zoiets als: jullie zijn natuurlijk niet zo dat je je schouders ophaalt over een schaap meer of minder. Een leuk accentverschil tussen Matthäus en Lucas. Er is ook een belangrijke overeenkomst tussen die twee. Dat ene schaap gaat zowel bij Matthäus als Lucas eerst dan toch maar de verkeerde kant op. Weg van de kudde. Met andere woorden, de kudde is en blijft de norm. Daar moet je je dan toch maar liever aan conformeren. Nou, daar hebben heel veel mensen tot op de dag van vandaag onder geleden. Onder die vaak verstikkende groepsdwang van kerk en gezin, milieu, bedrijfscultuur. Wij doen dat zo, heet het dan. En je mag wel even wat eigenwijs zijn, maar doe gauw maar weer gewoon. Dat wil zeggen, zoals wij. Een wij is soms heel subtiel de norm waaraan je je moet aanpassen. Al vanaf de vroegchristelijke kerk is er sprake van pogingen om, zo nodig met leertucht, dwang en zelfs geweld, de kudde bij elkaar en eensgezind te houden. En dat betekende ook dat de gelovigen geprest werden om zich te stellen onder de kerkelijke gezagsdragers, bisschoppen, priesters, later ook de paus. Zij, de machtigen, bepaalden de leer. Zij maakten letterlijk en figuurlijk de dienst uit. Zij gingen, zogezegd, over de ene ongedeelde en dus enige waarheid. Die had je maar aan te nemen en je eigen te maken tot jouw identiteit. Je zou kunnen spreken van een spiritualiteit van bovenaf. Een spiritualiteit die sterk dominant is geworden in de christelijke traditie. Maar altijd, ook vanaf dat vroegste christendom, waren er stromingen die het
anders zagen. Ze konden tegen de groeiende orthodoxie niet op, maar waren er wel. Zij hechten minder aan een georganiseerde kerk, een instituut met machtige ambten, die een welomlijnd leergezag voorstond. Zij legden de nadruk meer op wat mensen er zelf van vonden, mannen en vrouwen. Hier dus meer een spiritualiteit van onderop. In die hoek van het christendom kwamen bijvoorbeeld vrouwelijke apostelen en bisschoppen voor. Nou, u hebt niet veel fantasie nodig om zich voor te stellen wat een gedonder dat gaf tussen orthodoxie en die groepen. In de Nag Hammadi-geschriften vinden we daar in verhaalvorm sporen van. Zo neemt bijvoorbeeld in het Evangelie van Maria Magdalena de apostel Levi het tegen Petrus voor Maria op. Petrus staat in het model voor de orthodoxie. Ook in het Thomas-evangelie waaruit we gelezen hebben, komt zoiets voor. Daar is het Jezus zelf die het opnieuw tegen Petrus opneemt voor Maria van Magdala. Het is het laatste logion, de laatste spreuk uit het Thomas-evangelie, de 114. Waarschijnlijk in deze tekst opgenomen om wat tegengas te geven tegen de toenemende vrouwvijandigheid in de kerk. En diezelfde Thomas vertelt kort en bondig het verhaal over dat ene schaap. Maar daarin staat niet dat de eigenaar dat ene schaap verliest, ook niet dat het verdwaalt, maar simpelweg dat het er vandoor gaat. En dan zoekt de herder weliswaar dat schaap. Maar het enige dat hij doet als hij het gevonden heeft, is tegen het schaap zeggen: jij telt voor mij meer dan die 99. Jou heb ik meer lief. Dat is alles. Einde verhaal. Hier wordt dus niet verteld dat het schaap door de herder naar de kudde wordt teruggehaald. Niks, hup, op de schouder van de herder gedeeld. Sterker nog, het schaap dat zelfs de grootste wordt genoemd, wordt geprezen. De band tussen herder en schaap is kennelijk minder afhankelijk van het direct uitmaken van de kudde. En minstens zo belangrijk, er is bij Thomas kennelijk ruimte voor een eigen weg van het schaap, los van de kudde, zonder dat dat betekent dat je buiten de aandacht van de herder valt. Hier komt ruimte voor ieders eigenheid, je eigen manier van doen, je eigen levensweg, die eigenlijk alleen maar ontdekt en gegaan kan worden als je je minstens voor een tijd uit de kudde losmaakt, je van de kudde bevrijdt. Thomas relativeert de betekenis van de kudde. Hij mikt kennelijk op een volwassen mens zijn, met een volwassen geloof dat zich niet door anderen en niet met een gezag van boven en van buitenaf laat invullen. U kent misschien nog wel dat oude kinderliedje: kinderen van één vader zijn wij allemaal. Maar je kunt je daarbij afvragen, worden die kinderen nou ook ooit volwassen? Thomas lijkt daar wel van uit te gaan. Hij lijkt ervan uit te gaan dat het goed is om tijd en ruimte te maken voor je eigen zoektocht. Zo nodig los van de verbanden waarbinnen je groot geworden bent of misschien juist klein gehouden. Wie en wat ben ik zelf? Wie en wat is God voor mij? Hoe wil ik mijzelf verhouden tot mijn traditie en mijn verbanden? Wat past bij mij? En hoe? Durf ik te vertrouwen op mijn eigen diepste bron, mijn innerlijke herder, mijn geestelijke kompas? Kan ik contact krijgen met dat waarschijnlijk ver weggezakte, misschien wel vergeten bewustzijn van mijn bestemming, mijn roeping als mens? Hoe bevrijdend kan het zijn om die weg te gaan? Matthäus, Lucas, Thomas,
Je zou kunnen spreken van drie zienswijzen. De eerste twee binnen het kader van de groep, de derde meer daarbuiten. Matthäus houdt een toekomstperspectief levend, de hoop, de durf om verder te zien dan het hier en nu en de waan van de dag. Lucas houdt ons met beide benen op de grond. Veronachtzaam het hier en nu niet, want nu kan het moment zijn waarop jij wordt aangesproken. Misschien juist op jouw positie, jouw status en macht ten aanzien van mensen om je heen. En Thomas houdt je daarmee voor dat het om jou gaat. Jouw unieke mens zijn, waarin jij beeld van God bent. En dat je dat ook mag weten, dat je daar kennis, gnosis van mag hebben. En laten we nou die drie niet tegen elkaar uitspelen als het om de kudde gaat. De ene mens is de andere niet. Wat is er mis met mensen die bij de kudde willen horen? Die geborgenheid ervaren in hun traditie. Het goede van ingebed zijn. En wat is er mis met mensen die er in hun leven op uittrekken? Kritisch tegenover het groepsverband. Kritisch ook in spiritueel opzicht. Die het zelf wel uitzoeken. Laten we de een de ander niet op voorhand veroordelen. Laten we liever tegen elkaar zeggen: hé, wat leuk. Jij bent anders dan ik. Maar ik zie in jou net zo goed ook iets van God. En dan hoeven we helemaal niet te wachten tot in de hemel om vreugde aan elkaar en ons leven en geloof te ervaren. Amen. Thank you.
Laten we bidden. Voor de dagen dat wij in vreugde mogen leven, genietend van wat goed en schoon is, gewoon blij, omdat we opstaan 's morgens, een dag vol kansen voor ons hebben, leven. Daarvoor danken wij u. Voor de dagen dat we de weg kwijt zijn, dat we niet doorzien wat we doen. Dat we doen wat we niet willen. Dat we zelfs doen wat we haten. Zend ons uw engel, God, en leid ons op onze levensweg. Voor de dagen dat we wanhopen, dat we geborgenheid en beschutting missen. Dat we niet waakzaam, niet standvastig zijn, niet kunnen komen tot gebed. Zend ons uw engel, God, en leid ons op onze levensweg. Voor de dagen dat we ons laten leiden door kortzichtigheid en eigenbelang. Dat we geen onderdak geven aan uw geest van liefde. Zend ons uw engel, God, en leid ons op onze levensweg. Voor de dagen dat ons de adem benomen is, denken en spreken stokken, omdat er geen woorden voor zijn. Zend ons uw engel, God, dat die nabij is in ons stille bidden. En samen bidden wij, onze Vader, de Heer, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. En vergeef ons onze schulden, zoals wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving. Red ons uit de greep van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit. Tot in eeuwigheid. Amen. Dan nu de collecte en aansluitend het slotlied.
die goed vertrouwen dat we maar. We gaan van hier, nieuwe week in. En we mogen gaan als gezegende mensen. De levende zegenen en behoeden u. De levende doet zijn aangezicht over u lichten en zijn